hele goede morgen. Welkom hier bij Baronie TV. Jullie hebben het waarschijnlijk al vernomen, maar de optocht in het Kielengat gaat door. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En die ga je vanmiddag ook hier live in de studio, althans bij jullie op de buis, gaan jullie dat meemaken. We gaan nu heel even kijken naar Mike, die heeft Prins... ik hoorde net in woordje dat we naar de foto's van de social gaan. De social, kijk, hier zien we mooi de prins van het Kielengat op een mooi wit paard. En dan gaan we als goed is ook nog naar de volgende. Kijk, is een sfeerimpressie van het Kielengat met de hashtag BaronieTV. Je mag altijd de foto's met hashtag BaronieTV doorsturen. Dan komen ze hier op tv. Je ziet al hele mooie plaatjes, hele mooie sfeerimpressies van allerlei kleuren en hele mooie dingen. Hele groepen zie je voorbij komen. Dus echt hashtag BaronieTV, dan volgen alle mooie plaatjes volgen. En nog meer mooie foto's. Kijk eens, hele leuke. Nuchtere zijn ze niet meer. Maakt niet uit. Eén groot feest in het Kielengat. Mooi gesminkt. Mooie foto's die voorbij komen. En kijk, ook een zondag was het een groot feest op de Grote Markt. Met bekende zangers, waaronder ook Vieze Jack. En de fotowedstrijd. Je mag nog steeds foto's insturen voor de fotowedstrijd. Of komen hier naar de Vlieren om mooie foto's te maken die je in kan zenden voor de fotowedstrijd. Kijk, nog meer mooie foto's. We blijven foto's binnenkrijgen. Hele hoop foto's. Helemaal top. Helemaal geweldig. Hier zie je het ook. Allemaal hashtaggen. Waardoor wij de foto's ontvangen. We gaan nu wel naar Mike. Mike heeft de prins van Driessen ontmoet op de havenmarkt. En daar gaan we naar kijken nu. We staan hier bij de uitgifte van de stropdassen van de cravattentocht. Wat houdt er precies in, die tocht? Ja, het is gewoon de grootste kroegentocht van het Kielengat geworden. Vorig jaar mee begonnen. Dit jaar meer dan 600 deelnemers. 15 kroegen, 25 euro. En je kan overal bier, wijn, fris of een vlugel halen. Ja, om de middag drukker te krijgen. Dus om 1 uur beginnen en om 8 uur uiterlijk klaar zijn. Ja, dat wordt gewoon een geweldig feestje vandaag. En alle kroegen zijn in de buurt? Of moeten ze ver lopen naar alle kroegen of wat mee? Ja, de verste is Pighuis. Ja. Dus, maar de route is zo uitgestippeld dat ze mooi via de Grote Markt, via de steegjes richting het Pighuis kunnen. Vanuit daar richting de haven weer terug naar... Naar de Visserstraat. Ja. Dus één groot feest. Een hele hoop deelnemers, dus je zou wel trots zijn denk ik met dat aantal, of niet? Ja, dat is briljant. Het is echt super als je ziet dat dit binnen 2 jaar tijd zo aan het groeien is. Nou, ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen natuurlijk binnen een paar jaar. Ja. Nou, we gaan het zien. Ik ga even vragen of de mensen er een beetje zin in hebben. Superman. Dankjewel, we gaan even vragen. Meneer, u gaat lekker meelopen de kroegen toch? Ja, heeft u er zin in? Denk ik wel, ja. En gaat u alle kroegen halen, denkt u? Nou, dat zullen we eerst maar eens bekijken, dat weet ik nog niet. Want het zijn er 15, hè? Dat zijn er een hele hoop. Dat was niet. Daar ga ik er niet van uit. Ik wens u in ieder geval veel succes en plezier. Dankjewel. Plezier. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Zeker. Heb je een beetje zin in de kroegen toch? Zeker, ja. En denk je dat je ze allemaal kan halen? Ja, dat lukt wel. Ja? Als de rest een beetje meedoet, dan lukt dat wel. Okay. Heb je een favoriet die ertussen staat? Nee, alles is leuk, toch? Ja, okay. Precies. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Gaat u het halen, denkt u? Ik ben hier de baas in, echt. Eitje, peanuts. Je bent een ervaren drinker, merk ik. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Straks jaren voor geoefend, maar ja, je krijg je ook wat, hè? Krijg je ook wat. Ja. Doe jij ook mee? Of, ik doe niet mee, ja, ik moet gewoon werken, hè? Ja. Dat gaat allemaal door, hè? Dat, helaas. Je moet keuzes maken. Wil je nog iets kwijt aan de kijkers, mag, hè? Ik wil de groeten doen aan mijn moeder en aan Terrence's moeder. Terrence, ik hou van je. En dan zeg je nu terug naar de studio. En nu terug naar de studio, want ik hoor dat er belangrijk nieuws komt. Nou, zoals jullie hebben gezien was dit wel Mike, maar niet bij de prins bij Driessen, maar bij de karavattentocht. We gaan nu kijken bij Mike, bij het sfeer op de havenmarkt. We zijn bij het podium op de havenmarkt. Ik ga even kijken of dat hier wat leuke mensen zijn die wij kunnen interviewen. Ik zie hier al een hele mooie verschijning. Ja, dankjewel, dankjewel.
We komen net aan eigenlijk dus. Net aan? Ja, we komen net aan. En wat dacht jij? Ik moet eigenlijk naar de kapper. Ik heb geen tijd, dus ik neem de kapper zelf maar mee. Ik denk ik ga gewoon net in mijn stoel gewoon naar de carnaval. Het was allemaal krap aan vandaag. Ja. Dus de wind zat tegen. Hè. Het duurt allemaal wat langer. Maar ik heb er zin in. Dus zin in. Ja, hartstikke leuk. En wat voor koep wordt het uiteindelijk? Wat voor koep? Ja, dat, ik weet het niet. Ik denk dat het door de wind nu wel een beetje mislukt. Dus... Maar dan hoef je niet meer te feunen. Nee, niet meer te feunen. Ik kan mijn feunen hoeft niet meer. Dat scheelt. Dus... Ik wens je nog heel veel plezier en een fijne carnaval. Jullie ook fijne carnaval. Dankjewel. Dank mevrouw. Hoi. Is dat een pruik of is dat uw eigen haar? Mijn eigen haar. Dat je eigen heb je heel mooi haar. En is het een pruik of uw eigen haar? Dit is een pruik. Ja, oké. Okay, ja. Dat is wel mooi. Maar jij bent als zangeres. Ja, wij zijn ABBA. ABBA. Maar waar is de rest van ABBA dan? ABBA zijn meerdere. Met z'n tweeën zijn jullie ABBA. Ja. Nou, doe even ABBA liedje dan. Give me a man of the midnight. Niet van echt te onderscheiden. Niet van echt te onderscheiden. De ABBA rock. Ik wens u veel plezier, ABBA. Dag. Dag meneer. Oh, ze willen niet. We gaan even kijken. Mensen ontwijken de camera. We gaan even hier verder naartoe. Naar deze boef. Dag meneer. Hallo, gedag. Hoe lang moet u zitten? Heel lang. Heel lang. Wat heeft u gedaan dan? Veel te veel bier gedronken. Oh ja. Ja, dat mag niet, hè? Dat moet je ook niet doen, hè? Nee, ik weet het. Ja. Maar het bevalt wel een beetje. Ja hoor. Ik ben nu even vrij. U mag even luchten. Ik mag nu even luchten, ja, inderdaad. Lekker in de wind. Zeker. Fijne carnaval. Dank u. Hey, Cookie Monster. Cookie voor mij, grote vriend. Heb jij lekker cookies? Oh, kijk eens. Cookie voor mij. Moet jij die zelf niet eten dan? Nee, ik wil hem ook wel, maar... Nom nom nom, doe even zo nom 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 nom. Nom 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 nom. Goed zo. Kijk, ik zal solliciteren bij Sedamstraat als ik jou was. Je mag nog niet meer vol. Ik neem er één mee. Dankjewel. Ik neem hem mee. Hier is de rest van Sesamstraat. Elmo, Kermit. Ja, volgens mij ben ik Kermit, ja. Ja. Het is wel fijn dat je zelf weet wat je bent. Jullie wisselen elke dag van pak natuurlijk. Ja, ik heb gisteren die aangehad. Ik ben uitgescheurd. Nee. Ja. En hij hoort er niet bij. Nee. Maar bevalt de carnaval een beetje? Ja, koud en rustig nog, maar verder gaat het wel. Oh, ja. Jullie komen de carnaval wel door. Ja. Wens je nog veel plezier, Elmo. Dankjewel. Je hebt niet zo'n hoog stemmetje als Elmo. Nee, dat lukt me niet. Ik heb het geoefend, maar dat gaat me niet lukken. Probeer eens. Gisteren de baard is een keer gekregen. Ja, dan krijg je dat natuurlijk, hè. We gaan even verder kijken. Dag Ninja Turtle. Goeiedag, hoi. Ben je ook coole Ninja Turtle dingen? Ik ben een samurai-vechter. Oh, laat zien. Nee, dat doe ik nu niet, hè. Oh, kan dat niet? Dat kennen we nog niet. Maar even zo'n coole beweging. Oeh ja. Dankjewel. Strak. Dankjewel. Dag Snollebolletjes. Goeiedag. Kijk, gaat heel de carnaval van links naar rechts? Zeker. Ja, altijd, hè. Gewoon één straal door, hè. Eén straal door. Ja. Nog twee dagen ook hierna. Wellicht, natuurlijk, hè. Moet je werken morgen? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat is goed. Altijd vrij vragen, hè, van carnaval. Altijd vrij vragen. Ja, goed zo. Belangrijkste feest, hè. Misschien kijkt jouw baas nu, hè. Hè? Misschien kijkt jouw baas nu. Nee, die kijkt niet. Oh. Nee, dan krijg je geen leuke baas als ze niet kijkt. Ik wou dat elke baas kijkt. En we hebben hier een bekend gezicht. Brian Lisman, dat is de one and only. Wacht even. Test 1, 2, test. Ja, de stem is er weer. Hi. Nou, hij is er niet helemaal, merk ik. Nee. Hoe bevalt de carnaval tot nu toe? Nou, je ziet, het is één grote gezelligheid en het wordt steeds drukker. We zijn halverwege. Nog twee dagen te gaan en dan gaan we gewoon nog even door, hè. Wat was het hoogtepunt tot nu toe? Nou, dat ik jou zou tegenkomen hier. Ja. Dat vind ik leuk dat je dat benoemt. Ja, dat, dat is leuk. Maar dan heb je eigenlijk verder geen klap meegemaakt dan als dit het hoogtepunt is. Nee, een groot hoogtepunt vind ik dat dit plein nieuw is en dat supergezellig is. Ja. Dat vind ik mooi om te horen. Ja, dat vind ik echt. Mag nu wel iets drukker zijn eigenlijk, hè? Ja, maar het valt een beetje rustig. Dit is nog vroeg. We moeten afronden. Staat er een vrouw? Jij weet hoe dat werkt, hè? Jongens, we moeten door. Ik feest nog even mee. Samen met Brian gaan we een biertje doen. Proost, hè. We gaan een biertje doen. Nou, dit was Mike op de Havenmarkt. Zoals ik toen straks al benoemd heb, jullie kunnen de foto's insturen naar hashtag BaronieTV. Dan komen ze voorbij in de studio en voorbij het programma. Om 2:00 gaat de optocht door van het Kielengat. Blijf kijken, het is hier live te volgen op BaronieTV. Dus allemaal kijken. Tot straks.